Nou, vandaag hebben we een interview met Leo Marvee. Leo hoeven we eigenlijk niet te introduceren, want Leo, voor velen ome Leo, is natuurlijk een icoon binnen de vereniging. Hè? Zeker. En terecht een van de 5 ereleden. Maar Leo, als ik de boeken van Theo van Deventer bekijk, zie ik een elftal foto uit 1920 met onder andere J. Marvee. J. Marvee. Wie is dat? Mijn vader. Ja? Dus dan begrijp ik dat niet alleen Excelsior 20 100 jaar bestaat, maar ook de naam Marvee in de club 100 jaar aan de club verbonden. Ja, ja. Dus dat is ook een unicum. En wanneer ben jij lid geworden? Wanneer ben jij? 46. Zo. Wat toen, was, toen was ik nog niet geboren, Leo. 46. Ja. Ah, dat is en met Wim Sterman. En wat voor sporten heb je gedaan? Voetbal en cricket. Ja. Leo, wie zaten er toen bij jou in het team? Kennen wij die ook nog? Van de voetbal? Ja, of van de cricket? Ja, van de cricket. Dus Toon Zeutsel. Ja, dat was in het eerste. Ja. Maar in het tweede was het heel anders. Herman de Braak, Harry Ruigerop. Mari Friedrich. Martin Schoenmaker was captain. Ja. Beetje niveau of niet? Nou, viel er goed. Maar Betten niet. Nee? Betten hadden maar een paar man die konden betten bij ons in de tweede. Maar viel ook beter hoor. En wie zat er bij jou? Wat voor niveau? Welke klasse bedoel ik? Was tweede klas. Ja, de klasse durf ik geen meer te zeggen, joh. Zo laag. Oom Leo, was je een better of was je meer een fielder? Ik was een hitter. Een hitter? Ja. Kijk, echt ik een spits. Ik kon er 6 lang. Oh, dat is mooi. Heb je dat regelmatig gedaan? Nou, dat deed ik wel, 6. Oh, heerlijk zeg. Kun je lekker op terugkijken. Ja, maar wikkerkeeper was wel het sterkste punt. En dan zeggen ze hier wel tegenwoordig achtervangers. Nee, ik was wikkerkeeper hoor. Nou, mooi. Ik zo vlak achter die palen. En wat is het grootste succes geweest van jezelf? Nou, ben je ooit kampioen geweest met een team? Het tweede. Van? Cricket. Oh. Was Martin Schoenmakers aanvoerder. En we het hele jaar, hele seizoen, 12 man gebruikt. Normaal heb je altijd zoveel mensen nodig. Maar wij hadden alleen maar, als Frans de Lede voor zijn studie naar Engeland was, dat deed Ben Braak mee. En dat voor de rest niet. Nee, maar je hebt hele mooie ervaringen meegemaakt. Maar wat was nou je mooiste ervaring bij Excelsior 20? Nou, dat van de 4 naar de... Dat was je mooiste ervaring. Naar de hoofdklasse. Ja. Een heel jaar. We verloren elke wedstrijd uit. Maar het was elke wedstrijd steeds. Ja. Bij de tegenpartij. Geweldig, hè. Leo, als je de mensen vraagt naar Leo Marvee... Ja? Dan beginnen ze meestal over jouw vrijwilligerswerk. Wanneer ben je daar nou mee begonnen ongeveer? En met wie? Ja, ik werkte... S'avonds dan meer en zaterdags. Voor de tijd werkte ik natuurlijk nog. Nee. Met wie? Ja, Theo Staaf van Uyt hebben we veel. Ja. En Piet Weber. Ja. Ja. Kok. Hè? Kok. Kok was naderhand. Ja. Toen was ik hier in de vaste dienst kwam, tenminste. In de vaste dienst. Want ik was 58 jaar, toen ging ik al zijn fit in. Ja. Dus ik had tijd zat. En toen kwam Kok dan. Maar jij was de meest technische man. Nou, mijn kok, die borden. Ja. Of die daar bovenin hangen. Nee, maar ook hier de trap voor. En dat heb ik ook gemaakt. Achter, alles bij je baas, toch? Ja, en die dugout die nou... Ja, die zijn nou weg, geloof ik, hier. Ook bij mijn baas gemaakt. Dat kon allemaal daar, joh. Ik had niet gejat. Ik vroeg het altijd. Ja, ja. Ja. Altijd gevraagd. Of het mocht. En toen kwam mijn baas terug. Die was een keer op vakantie. Toen had ik van die sproeiers gemaakt. Voor te sproeien, het moesten we zelf sproeien. En dan zei je, ja, die mooie dingen, maar ze moeten wel in het veld komen. Ja. We werden toch netjes hier de club thuis gebracht, bij Excelsior. Ja. Ze hebben nu wel beter gereedschap. Ja, tuurlijk, maar we hadden geen schroevendraaier van. Sterfschroevendraaier dan nog wel gehoord. Nee, wat dat betreft. En maar ook bardienst, of ja, bardienst met Truus. Met Truus. Ja. Eerst alleen natuurlijk. En daar ook wel triest om. Ja, ook een tijd gedaan. Zwaar van zaterdagmiddag. Maar deden we ook heel de dag hoor. Heel anders tegenwoordig. Maar helpen ze heel veel mensen uit de dromen? Waarom staat de Truus op de karretje? Ook al verder met Theo Nicomezee. Die was gek met Truus. En met Greep Scholten. En daarom heb Nico dat karretje laten maken. En vandaar staat die namen erop. Ja, heb Nico Mezee laten maken. Mooi. En de vloer, daar had je er net ook een verhaal over bij de intro. Ja. Er was een rode vloer, een industrievloer.
die gaf ontzettend af. Want die moest vaak weer eerst naar olielaag ook nog, als het helemaal klaar was. Hadden ze niet gedaan, dat was te duur. En was, nou, als hij hier kwam, alles was rood. En toen hebben ze de vloer eruit gehad. Met Theo Wim Koevermans, Web Lustenburg, Aad Koevermans, Aad van der Hoeven, Joop Bakker. Ja. Maar je had het net over dansen. Hoeveel rondjes hebben hier gelopen met carnaval hier onder palen? Die zijn niet te tellen. Ja. Leo, als ik nou eens verder mag vragen. Wie is nou voor jou de meest populaire figuur geweest in al die jaren dat je lid bent bij Excelsior 20? Populaire figuur. En waarom? Jan Kloos, nee. Dat is Jan Kloos niet. Nee. Maar Paat Smolders is geen... Smolders, ja. Paat Smolders. Ja. Ja, voorzitter is hij geworden. Ja. Want die werd toen voorzitter voor Hans Kleinakkoord, ja. Een eerlijke man, ik weet niet. Ja. Ja. Fijne vent. Mocht altijd met hem meerijden, is mooie Mercedes. Ja. In de witte Mercedes. En altijd zelf er iets af en toe geen plaats. Ja, maar junior ging die altijd mee hoor. Ja? Ja. Ah, paar honderd jaar was er altijd bij. Hé, maar je bent ook erelid hè? Ja. Eén van de vijf. Ja. Denk je er zelf over? Nou, dat hoeft voor mij niet. Nee, natuurlijk. Ja. Eens kijken wat je nu net allemaal opgenoemd hebt en wat je gedaan hebt. Dan ben je toch één... Ja, maar van de terechte eerlijke tijd. Ja. Omdat ik alleen was, kon mij niet schelen laten of thuis kwam. We hebben schillen. Kijk, iemand die nog een vrouw heeft, die moet op tijd thuis zijn. Maar ik had geen. Ja, maar oom Leo, ik heb ook wel eens gehoord dat je gewoon vijf vrije snippendagen van je werk nam om ook hier te klussen. Met die dingen. Die plafond. Ja, kun je nagaan. Ja. Nou, maar alles bij elkaar is het terecht dat je erelid bent. Hele week is een teambuilding. Ja, Paat Smolders was... Nico Mezee had dan de leiding voor het eten op de dag. Je mocht geen bier drinken van Nico. Nee, bij Plussen bedoelde je wel een pilsje nemen of wat toe. Nee, dat mocht niet. Op dak werd niet gedronken. Nee? Ja, dat was zeker de Mezee. Hm? Ja, dat kon ook serieus zijn, hoor. Zo dronken kopje. How is that? Ja, nou... Ja, toch? Ja, dat doe ik. Ja, leuke tijd. Hele leuke tijd. Oom Leo, even je toekomstvisie willen we wel even voor je weten. Toekomst? Ja. Wij zijn wel eens benieuwd nu, wat zou de komende jaren nog moeten gebeuren, of kan er gebeuren bij Excelsior 20? Nou, ik vind het hier tot delen toe. Graag goed. Je bent elke zondag, elke zaterdag ben je bij de jeugd, ochtends vroeg. Zolang Schenk voetbal dan, ja. Daar ben ik er wel. Ja, hè. Maar dan zie ik je ook genieten. Ja, dat hoort ook. Ja. Maar ik ben het aanmoedigen dat gewoon lekker voetballen. Lekker rustig kijken. Maar lekker laten voetballen. Maar heel veel jeugd zoekt u ook op, hè, oom Leo? Ja, dus kom maar gewoon naar me toe. Ja. En allemaal meneer Leo of oom Leo. Ja. Maar lijn ook, hè? Je hebt aardig wat lijnen getrokken. Hoor. Heel wat lijntjes. Maar dat is het enige fout. En? Zonder touwtje. Zonder touwtje. Oh. Hier lopen ze overheen. Hier lopen ze tegenwoordig met een touwtje. Ja. Die kar is misschien anders. Want toen zat hij ernaast. Was misschien anders. Ik weet niet hoe het... Oom Leo. Bedankt voor het gesprek. Leo. Bedankt. Het was heel gezellig. Gewoon heel leuk. Dankjewel. Ja.